orgelbouwen is in de 17e eeuw een bekend beroep. En de beste orgelbouwers zijn wereldberoemd. Een van de meest bewonderde orgelbouwers is Arp Snitker uit Hamburg. Hij bouwt in zijn leven wel 170 orgels. De orgels worden in delen verpakt in houten kisten. Per schip worden ze vervoerd naar de kerken. Deze schepen brengen de orgels naar landen in heel Europa, zoals Engeland, Portugal, Spanje en Rusland. Maar ook Nederland. Vooral Groningen. Daar bouwt Snitker wel 14 orgels. De reis gaat over kronkelende rivieren en over de Waddenzee, waar het flink kan stormen. Als dat maar goed gaat. Over het Reitdiep vaart het schip naar Groningen. In de haven wordt hard gewerkt om de zware kisten zonder ongelukken naar de kerk te brengen. Eindelijk staat het orgel in de kerk. In stukken. Als een heel ingewikkeld bouwpakket. In de getimmerde orgelkas bouwen Snitker en zijn meesterknechten een soort machine met ontelbare kleine en grote onderdelen. Balgen, windladen, ventielen, registerknoppen, pedalen en natuurlijk orgelpijpen. Dat zijn er soms wel 1000 of meer. Het grootste orgel in Nederland heeft meer dan 7000 pijpen. Het orgel is nu helemaal af. De mensen staan in de rij om het nieuwe orgel te horen. Orgels waren in die tijd heel populair. Stadsbesturen konden erover opscheppen tegen andere steden. Ons orgel is het grootste en het mooiste. En dan begint de organist te spelen. Het publiek luistert met open mond. Sommige orgelpijpen klinken als trompetten. Andere als fluiten of violen. Bij elkaar lijkt het wel een heel orkest. Hoera voor Arp Snitker. Hij heeft het weer gedaan.